In de tussentijd loven wij een beloning uit van 5000 euro voor de tip die leidt tot de daad. Tevens loven wij een beloning uit van 100 euro per gebroken bod van de dader. Die beloning is natuurlijk uitgeloofd voor de tip die leidt tot de dader. De 100 euro extra beloning is natuurlijk bedoeld om te chockeren. Het is uiteraard niet de bedoeling dat mensen daadwerkelijk botten gaan breken, maar voornamelijk bedoeld de dader te dwingen zich te melden bij politie en justitie. De ondernemer uit Klazinaveen plaatst het filmpje afgelopen zondag op internet na een inbraak. De dader of daders forceren een kozijn en gaan er met het vakantiegeld vandoor. En ook in die opwelling is dat filmpje gemaakt natuurlijk. Ja, het is heel verschrikkelijk als het bedrijf waar je zo hard voor werkt, waar natuurlijk meerdere mensen dan ik van eten, als daar de voeten onderweg geslagen wordt. Dat is vervelend. Politiewoordvoerder Ron Rijn zegt dat hij de emoties van de ondernemer begrijpt. Een beloning voor een tip mag altijd worden uitgeloofd, maar het breken van botten, dat tolereren wij niet, aldus Rijns. Ik hoop dat u zich aan zult geven bij de politie. Dat lijkt me ook een stuk veiliger dan dat ik u vind. Einde van dit bericht. Aan het einde van de middag is Stijn de Mos zo geschrokken van de ophef dat hij het filmpje van internet haalt.